Het is het einde van de week en dus weer tijd voor een nieuwe video in Vrijmiebeurs. Een wekelijkse videoserie waarin we gaan kijken naar het meest belangrijke, meest interessante nieuws van de afgelopen week. En ook in deze week gaan we natuurlijk weer kijken naar de koersen, want daar hebben we best wel flinke, vooral dalingen eigenlijk gezien. Vorige week legde ik al uit in de video waarom de koersen toen zo onderuit gingen. De impact van de rente en inflatie op de winst en cashflow in de toekomst. En deze week gaat het door en wederom vooral bij de tech-aandelen. En dus zijn de belangrijke vragen, is er een tech-correctie gaande op dit moment? En moet ik iets doen aan mijn portfolio? Nou, in deze video probeer ik daar in ieder geval antwoord op te geven. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Geef even een duimpje omhoog als je het kanaal wilt helpen en als je ook volle vertrouwen op hebt dat alles wel weer goed komt in de toekomst. Maar we gaan dus nu in deze video kijken vooral eerst naar de rente. Daar hadden we het vorige week ook al over en dat is eigenlijk nu nog steeds gaande. Dat is de reden waarom er zoveel fluctuatie, volatiliteit en onzekerheid is op de beurs. Rente heeft gewoon effect op de winsten van de toekomst van een bedrijf. En naarmate een bedrijf dus in de toekomst verwacht meer winst te maken, heeft dat een grotere impact. En het zijn dus vooral de techbedrijven die daarom om die reden nu flink worden afgestraft, laten we het zo even noemen. Kijken we nu weer naar die rente, dan zien we dat hij best wel weer hoog staat. Dit is dan de afgelopen maand, de laatste maand. Hij begon op 1,15% en dit is trouwens in Amerika. En hij loopt langzaam op. Eind vorige week was er dan een piek van 1,54% en dan naderhand daalde die wel weer een beetje. Maar inmiddels staat hij weer op datzelfde punt van 1,54. Sommige dagen gaat het dus goed, beter dan andere. Gisteren was een dag dat het sowieso minder ging. Jerome Powell van de Federal Reserve die had nog een toespraak of een interview had hij gaf. Hij vertelde van alles over de rente en over de steun de komende tijd. Maar dat was niet genoeg, of niet, in ieder geval niet wat beleggers wilden horen. En dus bleef er eigenlijk onzekerheid in de markt. En die onzekerheid zien we trouwens ook terug in de VIX. De VIX geeft aan hoe volatiel de S&P 500 is. Het is dus eigenlijk een indicator over de onzekerheid die er is op een beurs. En hier zien we dat die de laatste weken wel flink toeneemt. Dit was dus vorige week ongeveer toen ik die video uitbracht. Gedurende de week was het wat minder, maar zeker nu en zeker gisteren zie je dat die omhoog gaat. En dat wil zeggen dat er dus meer volatiliteit is op de markt. Maar wat dan altijd belangrijk is, wat je ook vaak hoort, when in doubt, zoom out. Oftewel, als je twijfelt, als je een beter beeld wil krijgen, kijk dan op de lange termijn. Oftewel, ga uitzoomen wanneer je met grafieken bezig bent. Dit was de laatste maand, dus gaan we bijvoorbeeld kijken naar de laatste 6 maanden. Dan is het in één keer een heel ander beeld. Dan zie je dat het, we hebben wel flink in november bijvoorbeeld echt een flinke piek gehad. Maar die is waar we nu zijn nog langer niet zo volatiel als dat het toen was. En ook hier begin februari, eind januari hebben we een piek gehad. Hier laten we vooral, het was de tijd dat de eerste vaccins werden goedgekeurd. Dus er ging in één keer heel veel gebeuren op de beurs. Mensen dachten, andere bedrijven die gaan binnenkort er profiteren als de economie open is. Dus we gaan misschien weer heel veel aandelen juist daarin kopen. Terwijl andere aandelen misschien juist weer van de hand werden gedaan. Oftewel, je zag gewoon een heel erge verschuiving in de markt. Maar dit is zeg maar 6 maanden geleden. Gaan we nog een keer verder uitzoomen naar het afgelopen jaar. Dan zien we ook dat eigenlijk november wel weer meevalt. Vergeleken in ieder geval met maart vorig jaar. Dit was natuurlijk het moment dat corona eigenlijk de wereld overging. Heel veel economieën stil kwamen te liggen. Maar in ieder geval heel veel onzekerheid kwam. En dus heel veel volatiliteit in de markt. En als we dan gaan kijken met waar we nu zitten, valt het eigenlijk wel mee. Want we zitten nu hier rond de 30. Terwijl we toen bijna de 90 aantikten. Dus was toen veel meer onzekerheid dan nu. En daarom is het gewoon zo belangrijk om juist altijd even uit te zoomen. Kijk naar het verleden, kijk naar het afgelopen jaar of kijk misschien naar de laatste 5 jaar. En dan zie je wel, dit soort momenten komen gewoon vaker voor. En het is dus ook belangrijk om niet meteen hierop te reageren, maar in ieder geval wel rekening daarmee te houden dat zoiets gewoon kan gebeuren en ook regelmatig gebeurt. Maar nu we dat dus weten, laten we ook even wat beurzen en wat aandelen gaan bekijken. Ten eerste de website Finviz. De S&P 500 in de laatste 5 dagen laat nog steeds heel veel rood zien. Veel bedrijven bij semiconductors en bij software staan diep in het rood. Denk bijvoorbeeld aan Nvidia met -7% en Salesforce met -11%.
Maar ook grote bedrijven zoals Microsoft, Apple en Amazon staan maximaal met een paar procent in de min. Zoomen we ook hieruit naar de laatste maand, dan zien we in één keer een stuk meer groen. Tegelijkertijd zijn er wel sommige bedrijven die nog roder kleuren dan dat ze al waren. We zien dus nu Microsoft, Apple en Amazon tot wel 12% in de min staan, terwijl het op de weekbasis nog maar een paar procent was. En kijk bijvoorbeeld naar Tesla, die heeft al een daling van bijna 29% gezien in de laatste maand. En nog een reden waarom de website Finviz interessant is, omdat je hier ook per sector kunt kijken via in het menu op groeps te klikken. Dan zie je hier dat energie het gewoon heel erg goed heeft gedaan vandaag, maar ook zeker de afgelopen week. En kijken we verder, dan zien we dat de laatste maand dus vooral tech is afgestraft met zo'n 7,6% in de min. Terwijl financiële instellingen zoals banken er juist 7,3% op vooruit zijn gegaan. En gaan we dan weer naar TradingView, want daar kun je ook gebruik maken van vergelijkingen met elkaar. Dus laten we bijvoorbeeld een aandeel noemen wat we net zagen. Tesla, pakken we dat aandeel erbij. Dan zien we hier de koers van de afgelopen langer. Maar in ieder geval laten we even kijken naar het year to date. En dan veranderen we heel even de dingen naar een lijn. Iets duidelijker op deze manier. En door boven hier in het scherm op compare te klikken, zouden we dus met een ander bedrijf kunnen vergelijken. Laten we in dit geval Bank of America kiezen. Waarbij we dan kiezen voor hetzelfde schaal wat betreft percentage. En dan gaat hier in één keer de oranje lijn komt erbij. En dat is de Bank of America. Hier beginnen we op begin januari allebei op 0%. We zien Tesla flink stijgen. Dat is de blauwe lijn tot ooit wel 20% op bepaalde momenten. Maar eigenlijk vanaf begin februari stond het nog plus 20%. Naar nu in één keer zo'n min 15% dit jaar. Dus echt een flinke verschuiving. Terwijl we in hetzelfde moment eigenlijk zien dat de Bank of America van 0% juist 20% omhoog is geschoten. En we zien dus wel flinke verschuivingen bij bepaalde bedrijven, bij bepaalde sectoren. Bedrijven die dus waarvan verwacht wordt dat ze, wanneer de economie open gaat, ze daar volop van kunnen profiteren, die doen het beter. Maar denk ook bijvoorbeeld hier aan de bank die we zojuist zagen. Wanneer de rente oploopt, rente is heel erg belangrijk voor banken. Als ze geld gaan uitlenen, daar kunnen ze meer aan verdienen als die hoger staat, omdat ze meer marge kunnen maken. Dus daar reageert een koers van een bedrijf als een bank ook op. Dus we zien gewoon heel erg grote verschillen ontstaan. Terwijl dus juist bij bedrijven, techbedrijven of misschien juist wel Tesla, die heel erg toekomstgericht zijn, dat daar de rente omhoog gaat, dan wordt de winst in de toekomst dus minder waard. En daarom dalen de koersen. En het is nu dus denk ik een beetje een combinatie van een stijgende rente aan de ene kant en vaccinaties die steeds meer worden gezet, waardoor waarschijnlijk de economie op korte termijn langzaamaan open gaat overal ter wereld. Dus juist bedrijven ervan kunnen gaan profiteren. Dat is ook wel iets wat ik al vaker roep, dat deze verschuiving er waarschijnlijk al weer aan zat te komen. Alleen is het voor mij ook onverwacht op zich. Je weet niet wanneer het gaat gebeuren, alleen je denkt dat het gaat gebeuren. En ten tweede weet ik ook niet of dit tijdelijk is, of dat het nu echt het moment is dat het door blijft zetten en dat we echt deze verschuiving gaan krijgen. Dat juist die bedrijven van voor corona, oliebedrijven, banken, juist wat extra populair worden. Daar weet ik, zoals gezegd, ik weet niet hoe ik daarom moet kijken. Je hebt voordelen, je hebt nadelen, dingen die daarop wijzen. Laat vooral ook zelf even weten wat jij denkt daarvan. Doe dat via de reacties onder deze video. En wil jij nou ook beginnen met beleggen? Bijvoorbeeld omdat je denkt dat dit een goed moment is om in te stappen. Of omdat je alvast een account wil hebben voor als het nog verder zakt. Ik beleg via de Giro, net zoals 1 miljoen anderen. Onder de video vind je een link om een account te openen. Het kost niets, maar het helpt wel het kanaal. Dus dat waardeer ik enorm en het zorgt er ook voor dat ik in de toekomst meer van dit soort video's kan blijven maken. En ben je nog niet geabonneerd? Klik dan op abonneer onder de video om nooit meer een video te missen. Gaan we verder met de video en dan specifiek de vraag wat te doen met mijn portfolio. En het is altijd belangrijk om na te denken over een aandeel, over een positie, al voordat je het aandeel gaat kopen, dat je een beetje een inschatting kunt maken van dit is wat ik verwacht. En als er dit gebeurt, ga ik eventueel dit doen. Of als het dat punt bereikt, ga ik dit doen. En als je nu jezelf dus al druk maakt over de afgelopen 2 weken bijvoorbeeld, dan geeft dat eigenlijk aan dat je van tevoren te weinig over na hebt gedacht. Dat je juist nu, omdat de markt heel erg reageert, moet jij na gaan denken hoe jij eigenlijk denkt over jouw eigen positie. Het kan ook zo zijn dat je eigenlijk gewoon erachter komt dat je misschien wel te veel geld hebt belegd. Je moet altijd geld beleggen wat je niet nodig hebt. En nu je dus
ja, een flinke daling ziet waarschijnlijk in je aandelen. Heel veel beginnende beleggers zijn er natuurlijk die altijd aandelen zoals Tesla of NIO hebben. Alfa, die gewoon hard worden getroffen door deze ja, correctie, laten we het even noemen. Dan komt dat onzekerheid. En dat geeft eigenlijk aan dus dat je of te weinig hebt nagedacht of in principe te veel geld erin hebt gestoken. En dit zijn dan vaak de momenten waarop je weer even ja, wordt geconfronteerd. Dat je weer even goed na gaat denken van hoe ziet mijn portfolio eruit. Je wordt eigenlijk een beetje gedwongen om daar weer over na te denken. En het is ook belangrijk om dan niet meteen beslissingen te nemen. Neem eventjes de tijd om ja, echt goed na te denken dat je niet de verkeerde beslissingen neemt. Een van de eerste is natuurlijk altijd ga kijken van hoe is jouw verdeling. Zit je heel erg in een bepaalde sector die nu hard getroffen wordt? Of heb je eigenlijk al een goede verdeling? En is dit gewoon de hele markt? Gaat de ene sector bij jou wat naar beneden? Profiteert een andere sector daarvan bijvoorbeeld? Oftewel, ben je eigenlijk tevreden met hoe de verdeling op dit moment is? En ben je ook voorbereid op de toekomst wat je verwacht? Wat er in het komende jaar, komende paar jaar gaat gebeuren? Of zou je daar eventueel veranderingen in moeten aanbrengen? En wil je dan wijzigingen aanbrengen in je portfolio voor meer verdeling? Welke aandelen zijn het dan die je gaat verkopen? Dan kijk bijvoorbeeld mijn portfolio als voorbeeld. Ik denk trouwens ook wederom heel veel van mijn kijkers, die hebben waarschijnlijk veel in duurzame energie of alles wat er omheen hangt. Denk bijvoorbeeld aan NIO, Tesla, Alfa, misschien zelfs nog wat waterstofaandelen. Ja, dat zijn in een bepaalde sector ben je dan heel erg geconcentreerd. Misschien wel te veel vermogen in een bepaalde sector hebt zitten. Dan is het heel erg belangrijk om te gaan kijken naar welk van deze aandelen zou ik eventueel willen verkopen om wat meer, betere spreiding te krijgen in mijn portfolio. En pakken we dan bijvoorbeeld Tesla en Alfa als voorbeeld. Nou, in TradingView zien we dat deze aandelen ook veelal hetzelfde reageren, waarbij Alfa in de oranje lijn eigenlijk nog een grotere daling laat zien dan Tesla procentueel gezien. Je moet je dan namelijk ook goed gaan afvragen of en welk voordeel een bedrijf heeft. Bij Tesla kun je denken, Tesla heeft echt de accutechniek waar ze voorop lopen wat betreft concurrentie. Maar ook bijvoorbeeld software waarmee het ja, misschien wel een tijdje voorloopt op concurrentie. Maar wat heeft dan bijvoorbeeld Alfa? Hebben zij een patent of een voordeel ten opzichte van concurrenten? Of zaten ze toevallig juist in de goede sector de laatste tijd? Ik denk dat ja, bij Tesla makkelijker te zeggen is wat het voordeel is dan bij Alfa. Alfa heeft gewoon producten, maar een concurrent kan die ook maken, denk ik. Ze hebben in ieder geval minder, wat ze in het Engels noemen, moat. Echt een stap voor op de concurrentie, dat zij niet zo makkelijk gekopieerd kunnen worden. En zo moet je eigenlijk alle bedrijven in een bepaalde sector gaan bekijken. Wat denk je over het ene bedrijf? Heeft het een voordeel ten opzichte van andere bedrijven die je hebt? Heeft het voordeel ten opzichte van concurrenten in dezelfde sector? En dit moet je eigenlijk van tevoren al doen. Maar natuurlijk, op dit soort momenten moet je het weer even opnieuw doen. Misschien is de situatie veranderd of word je er eigenlijk wel een beetje door gedwongen, omdat de markt juist zo reageert. Maar als je dan veranderingen gaat doen in je portfolio, kijk dan niet alleen naar de markt, maar kijk juist naar je eigen situatie, naar je eigen portfolio. En hoe jij denkt dat juist is voor de komende tijd, dat je het eigenlijk ja, richting de toekomst alvast goed inricht. Want misschien verkoop ik juist Alfa, terwijl jij Alfa juist bij wilt kopen, om juist te profiteren van de koersdaling, omdat die sector het wat minder heeft gedaan. En juist daarom ruimte is in jouw portfolio. Dus het is heel erg belangrijk om niet te kijken, of niet alleen te kijken, maar naar wat de rest doet. Maar juist naar jezelf te kijken en juist naar je eigen verdeling en je eigen verwachting. Want iedereen denkt ook anders over de toekomst. Dat maakt beleggen ook zo interessant. En ik ben dan ook erg benieuwd hoe jij daarover denkt. Wat ben jij van plan met je portfolio? Ben je iets van plan? Houd je het zo? Ga je andere verdeling aanhouden? Ga je verkopen, kopen en zo ja, wat? Laat dan wederom dat even weten in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee weer aan het einde gekomen van deze video en wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef even een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien, maar bijna geen lid van het kanaal of abonnee van het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video. Klik eventueel op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. Nogmaals bedankt voor het kijken, een fijn weekend en tot de volgende video.